Ik denk dat het eerste wat mensen naar house, tech house, house festivals heeft getrokken is de productie. Elro, als je Elro binnenstapt, als je het festival binnenstapt, zie je allerlei leuke dingen. Je ziet een draak rondvliegen, je ziet allerlei klauwen. Je ziet, ja, je ziet allerlei dieren, krokodillen, je ja, ziet Ook mensen topis. op stelten. Ja man. Ik denk dat dat nummer één is waarom mensen waren van weet je wat? Misschien gaan we kijken wat daar is, want het ziet er leuk uit. Nummer twee is Drugs. Ha nee 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 hoe nee. komen daar? Dat die is dat nummer, nummer drie. drie. <laughs> ja. House, je kan zeg maar nog die ene pook horen die je hard vindt en dan switcht het ineens naar een hele andere beat, andere BPM, leuke dingen. Ik denk dat dat gewoon de makkelijke brug is. Wat je hebt als stukje rap bijvoorbeeld als Gordo heeft bepaalde house met Drake. Als je Drake luistert, kan je net die ene pook van Gordo ook voelen, snap je? Ik denk dat dat nummer twee is. Nummer drie, drugs, bro. Kijk, ik zeg niet dat ik drugs gebruik. Ik weet dit van verhalen. Als je house hebt gedaan, als je house luistert nice. en je hebt M gepopt een pilletje genomen, die klanken, ze komen anders binnen. Die dat in je oor. Je, als je hoort space. wel veel, man. Je hoort wel veel. Ik vind het heel ik goed hoe heb... je dat over hebt genomen Ja, ik heb van dit gehoord. gehoord. Ja. Ja. Dat als je speelt, bro, het activeert iets anders. En ik denk dat die drie dingen samen mensen gewoon naar daar hebben gedoopt. Plus, ik denk ook, wanneer je op zo'n festival bent, je houdt je niet bezig met negatieve dingen. Kijk, jammer genoeg is bij Solid Grooves wel iets slechts gebeurd. Maar los van dat heb je altijd wel positive vibes. Je praat met random mensen die je niet kent. Je ziet leuke dingen. Je ziet leuke... Je ziet alles brood. Het is gewoon fijn. En, en ik denk wat, wat, wat mensen toch wel um, echt, of bepaalde mensen, echt onderschatten is inderdaad gewoon wel de invloed van drugs op het feest man. Ja. Dat als waarom? er... Waarom ze dat onderschatten? Ja. Of... Ja, omdat um, alcohol om, om, activeert omdat, andere emoties. Oh, ja, alcohol activeert ja. hele andere dingen, hele andere emoties. Maakt je een ander mens dan die M, volgens verhalen. Dus. Um, maar men doet vaak alsof het gewoon is van ja, elk housefeest is gewoon helemaal bro. Mm -hmm. Het is mede door de drugs. Dat is dat, is dat een de standaard vibe is. Ja. Dat is dat de standaard da stand vibe is. En mensen die het <laughs> dan niet doen en op een drankje zijn, gaan mee in die vibe. die ja. gaan niet zeggen van, want als je wel aangeschoten of dronken op een face bent. Waar de sfeer wel is van, weet je, keken en gekeken worden. En, mm. en uh, mensen kijken, weet je, tafels. En van, je mag niet hier komen, wie ben jij? Of waarom spreek je ja. die en die aan? Mm -hmm. Ja, dat is bij House is toch een soort free for all van vrij en blij. Het is gewoon Zeker. positive vibes. Maar ik moet zeggen, de producties, inderdaad, hebben we het eerder ook over gehad. Ja, dat zijn wel producties waar ik denk van, ja, man. Maar dat waarom zou... Elro? Dat vraag. En, en, okay, ja, dat is een goede dit, vraag. Maar. Ja? Er zijn meerdere feesten die zo ja, zijn. Omdat, omdat uh, ik denk, Elro is gewoon laagdrempelig. Plus hoe Elro is ingedeeld, Elro Festival. Um, Mainstage, housey, Stage daarna, techhouse. Stage daarna, tech, techno alleen. Stage daarna is gewoon harde techno. Dus bro, je hebt voor iedereen iets, maar het is allemaal in dat stuk techhouse. Dus ik denk dat het daarom heel toegankelijk was voor mensen om te gaan. Als jij bijvoorbeeld naar Verknip gaat... Jij luistert, geen house, geen techno. Bro, je gaat niet overleven bij verknip. Ja, maar er zijn meerdere dus, feesten die zo ingedeeld zijn. Ik, nee, vraag ik me af ik, waarom Elro dat, dat Ik, weet het ik niet snap niet, hoor. jouw punt, bro, maar misschien is het ook gewoon. Misschien is er ook niks achter. Misschien was het gewoon omdat de grote groep dat feest heeft genomen. Terugkwam met feedback. Hé, hey bro, dit feest is hard. En dat daarna gewoon heel veel mensen erin zijn gegaan. Want um, ja, zo gaat het altijd, toch? Van dat ja. één feest is het feest en dan komt iedereen daar achteraan. Kijk, Loveland bijvoorbeeld is nu... Iedereen gaat er nu wel heen. Maar vijf ja. jaar terug was Loveland nee. nog voor als je daar ging, was het gewoon rustig, tranqui. Terwijl vijf jaar terug was Elro wel al ja. in, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus... Dan was het rustig voor de mensen die eigenlijk niet nou... Juist, zijn. precies. En nu... Want er zijn sommige mensen gaan al ga twintig jaar naar Loveland, hè. Zeker, zeker. Met, met en kils. die zijn er ook. Ik zag mijn tante daar gewoon Ja, Mijn tante ja. is echt 46 of zo. Ja, ja man. Ze zegt, daar hey, is, kom hier dan lang? Heel veel, heel veel... Uh... En, is leuk man. En ik denk ja. ook. Mensen daar. En ik ja, denk ja. ook. Misschien leeftijd? Oh ja. Ja, ook. Nee, want. Ook nee, want je ziet de 18-jarigen ook gewoon tegenwoordig. Die zien, wat, ja. de, die zien ja. wat jullie doen, wij doen. En die denken van: oké, okay, daar, daar moeten we wezen. En ja. er, is geen, er is dan ook geen alternatief wat dan. Ja, ik, ik denk, ik is, denk dat whatever. het ook sowieso is de, de val van. urban festivals. Of ja, hip-hop festivals. Dat ook. En dan blijven de. House festivals toch wel in stand. Daar is, daar want bro, is waar bro, iedereen is. Je, je ja. kan nergens anders heen. Want oké, okay, ja, waar ga je heen? Je gaat naar een... Hoe heet dat ene waar je... Had, ding, nee, waar jij ding had opgenomen. Wat weet jij? Je hebt laatst gedropt. Uh, Letter Let Village. Village. Ja, ja, als je bijvoorbeeld wat urban wilt, ga je naar... Je kan naar Letter Village, je kan naar Funs Gedeuntjes. Je kan naar 7Fest, maar 7Fest is veel afro. Waar ga je nog meer heen, bro?